Als het heel goed is, dan zeg ik dat wel. Ja. En dan laat ik dat ook wel zien. Maar het Belgisch voetbal soms is niet goed. Ja, en wij kunnen dat wel, dat product proberen wat te verkopen. En wij kunnen dat wel wat verbloemen. Maar Johan Vermeers die pakt mij dan bij mijn kraag en die zegt... Hij stelt dat veel te schoon voor, zegt Vermeers dan nog tegen mij. Dat voetbal van België is nog veel slechter. Oh, maar ik zeg, jij wilt toch ook uw club verkopen? Ik ga dat niet afbreken om af te breken. We zijn allemaal wel wat verantwoordelijk voor dat, voor dat product goed in de verf te zetten. Dus dat probeer ik ook wel objectief te doen, van niet altijd maar op diezelfde negatieve nagel te gaan tikken. Een ferme aanvaring gehad met Frankie Verkouteren. Die nooit meer is goed gekomen, een jaar of twee geleden. Waar hij zich echt wel ver heeft laten gaan. Veel te ver dan eigenlijk mag voor een trainer van Anderlecht. En hoe kwam dat? Goh, omdat ik op tv net na een topper, Standaard Anderlecht, had aangetoond dat Verkouteren eigenlijk heel de wedstrijd met de verkeerde tactiek had gespeeld. Ermee was begonnen. Hij was bijvoorbeeld... voor mensen die wat van het voetbal kennen. Met drie centrale achterspelers had hij gespeeld tegen één spits. Dat had hij ooit gedaan tegen Chelsea, maar dat was goed. Omdat die lopende middenvelders, zoals Lampert en zo, dan werden opgevangen. Nu had hij dat uitgetest tegen Zulte Waregem. Dat is verkeerd uitgevallen. En op Standaard is dat verkeerd uitgevallen. Alleen zag ik dat voor de wedstrijd. Had ik dat al voor de wedstrijd gezegd van, begrijp ik niet goed wat hij gaat doen. Ik had het ook al even getekend voor de mensen thuis. En na de wedstrijd heb ik natuurlijk mijn gelijk tussen aanhalingstekens gehaald door het nog eens te kunnen illustreren. En net op dat moment, dat is eigenlijk puur toeval, wordt er in mijn koptelefoon gezegd, stoppen, Verkouteren staat klaar. Dus ik stop met mijn analyse, Verkouteren staat beneden met een interviewer, Nico Lenné. En Nico, die zich achteraf uitvoerig heeft geëxcuseerd bij mij, doet daar journalistiek iets wat eigenlijk niet goed kan. Maar hij zegt, ja... Hij komt bij Frank en hij zegt, Wim de Koning zegt hierboven dat je vandaag niet met je sterkste ploeg hebt gespeeld. Lap. De micro onder de micro onder Verkouteren zijn neus. Terwijl hij eigenlijk had moeten beginnen. Ja, de wedstrijd verloren en dit. Beetje dus tactisch. Aanloop, ja, ja, ja. En dan is het niet zo. Maar hij smijt dat daar onder Verkouteren zijn neus. En Verkouteren is daar heel kwaad geworden. En is mij beginnen afmaken en proberen af te maken. En